Bingo Town! Goeiedag mensen, vandaag is er weer een nieuwe dinsdag tip. En vandaag hebben wij deze dozenpressen. Dozenpressen met flaschenopener. De dinsdag tip. Ja, laten we hem snel openmaken, want het is namelijk een blikjesperser. En we hebben hier verschillende blikjes waarvan we het merk niet gaan noemen. Nee, het merk hebben we dus expres buiten beeld gedaan. Meteen het eerste wat opvalt, dit handvat. Is een lekker handvat zo. Oh, dat klinkt ook ja. Dit klinkt ook fijn. Zullen we maar gewoon gelijk gaan testen? Ik denk dat dit dan naar beneden moet. Als het dan hangt en dan... Ja, kijk maar ja. Kijk voor de camera ook. Dan gaat dit ding zo naar beneden. En dan hoort het blikje ertussen te zitten. Het is ook gewoon een fitness. Wacht, ik heb een idee. We kunnen hem gewoon zo leggen. Oh ja, dan kunnen we hier het handje op en dan tak. Tak. En dan een beetje de voorgrond een beetje weghalen. Kun je nog goed zien wat er aan de hand is. Oké, eerste blikje. Werkt die ook bij dit ongenoemde energy blikje? Hij moet verder open nog, toch? Nee, dat kan niet. Oké. Nou, er zit nog in ook. Ja, er zit er nog een beetje in. Dan moet je hem heel even iets kleiner maken. Het halve werk is al gedaan. Dat is al het eerste minpuntje, zegt alleen maar. Oké, gaat hij dan. Red Bull in mijn oog vliegen. Ik bedoel, onbekend energy merk. Nou, dat is een klein blikje hoor. Ik wil niet veel zeggen. Heel veel in. Oh, nee, God. Al een doekje. Iemand een doekje. Oh, het komt op de klei. Mensen achter de camera doen er niks. Ik zeg een doekje. Gaan pak ze een doekje. Lachen. Pak een doekje. Ik ga niet verder dat er een doekje is gepakt. Ik wacht al hoor. Ik wacht wel. Ik wacht ook wel. Ik vind het prima. Leuk hè dit. Dit is wat. Kijk die jongen. Gooi er echt een kleed. Oh man. Gooi er echt een kleed om drinken op te krijgen. Is het jouw kleed? Dit is toch niet goed? Dat wordt helemaal plakkerig. Ja, maar dat is niet ons kleed. Oké, nou, wat cijfer geven we de compress van het eerste blikje? Ja, die viel tegen, het eerste. Nou, hij was wel heel klein. Hij was wel klein. Maar hij past niet. Leeg. Ja, redelijk. Oké, mag ik er ook eentje doen? Ja, ga je gaan. Handig. Moet ik hem vasthouden? Ja, doe jij dat maar, ja. Ik zou eigenlijk moeten zitten waar jij zit. Ja. Ik ben bang dat het helemaal kapot schiet. Ik moet eerst een beetje, als je een beetje indeut. Je moet een beetje kracht zetten, kom op. Kippenkracht. Godverdomme. Jij kan mijn kracht gewoon niet tegendrukken. Wacht, waarom doen we het niet zo? Jij zegt ik moet op jouw plek zitten om het makkelijk te doen. Waarom doen we het niet zo? Ja, omdat ik rechtshandig ben. Dit werkt ook niet fijn. Ja. Daar gaat hij hoor. Daar gaat hij. Hij is pittig plat. Je kan het merkje niet meer zien. Je kan het laatste beetje cola er nu goed uitdrinken. Dat wel. Dat laatste slok. Werkt het? Ja, effectief. Vooral voor, dat, voor die laatste beetje is. Hoe duur is zo'n ding? Vijf euro. Je kan ook dit doen, hè? Oh, oeps. Nou, die is niet klein hoor. Die is niet klein. Oké, die is best klein. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde resultaat. Maar, dit is wel cool om in je keuken te hebben. Kom op, er komen mensen thuis. What the fuck is dit? Nou, ja, kijk. Dat is een blikjesopener. Een blikjescompressor. Je zou zeggen, ja, dat, daar heb je helemaal niks aan het plat drukken. Want je kan ook gewoon erop stampen. Moet je even naar vergelijken? Ja, wel mooi. Die van mij, dit is stampen. Toch wel echt kleiner. Maar, ja. Deze heeft nog één extra dingetje. Extra functie. Want dit kan je niet zomaar openmaken. Ja, maar doen het andersom. Want dit ding hangt dus normaal op de muur. Normaal hangt dit op de muur, dus dan beweeg je een biertje, maar wij bewegen nu de opener zelf. Ja. Het werkt hij wel. Hij werkt. Hij werkt. Is het lekkerder ook? Het is 0% bier. Ja. Nou, dit is echt wel een toevoeging voor elk huishouden, zou ik zeggen. Hè? Echt een gigantische toevoeging voor elk huishouden. En zelfs al heb je geen flesjes om open te maken of blikjes fijn te stampen, heb je altijd dit nog. Het is wel een fijn geluid. Ja, het is ook, het is aangenaam. Het is ook fijn om te doen. In ieder geval... Nu gaan we dit glazen flesje kapot drukken. Ja. Nee, even conclusie. Leuk. Leuke opvulling van je keuken als je nog ruimte hebt. En 5 euro in je portemonnee. Maar het is geen must-have. Nee, absoluut niet. Vond je deze video leuk? Deel dat met je vrienden. Als je die hebt. Ja, misschien ken je wel mensen die dit wel heel tof zouden vinden. Stuur deze video dan op naar ze. Zijn er mensen die echt specifiek interesse hebben in blikjes? Je kan deze wel goed als puck gebruiken. Ik deed wel een blikje trappen, weet je wel. Dat gaat veel beter met dit blikje dan met dit blikje. Dat is dan waar. Een fijne toevoeging. Dat is waar. Zelfs al heb je geen geld meer over na het afbetalen van je hypotheek, koop het. Koop het. Alleen je neemt maar weer een hypotheek op dit ding. Ja. Want dit heb je nodig. Ik ga het dopje fijn persen. Kan toch niet? Hij, ah, precies. Hij
Net niet. Net niet, jammer. Nou, oké. Okay. Doe een duimpje omhoog en klik op abonneren. En dan zien we jullie volgende week dinsdag weer met een nieuwe dinsdagtip. Later! We'll be right back.